Oké, fase 2 voor de miners. Ik heb weer 30 L3 Plus'en bijgekocht. En die gaan we vandaag installeren bij het datacentrum in Ede. Voordat ze uiteindelijk naar hun definitieve plek gaan. Kijk, zo komen de miners uit China. Bitmain, die produceert gewoon 65% van alle miners in de wereld. De S9 voor Bitcoin, de L3 voor Litecoin. En daar hebben we nu een heleboel van uitgepakt. Kijk, nou hoeveel miners kunnen er in een Model X? Nou, in ieder geval een stuk of 30 is geen enkel probleem. Ook wel deze. Ik weet niet of die nou... Nee, dat gaat niet goed, want daar heb je gewoon geen ruimte voor. Ze zitten veel te ver naar achteren toe. Maar goed, dit zijn dus de miners. En dit zijn de vervoeringen, 30 stuks. En hoeveel Litecoin kun je hier nou per dag aan kwijt? Oké, nou dit is dus allebei elkaar. Dus we gaan op 625 megahertz draaien. En dus bij elkaar is het 2 terahash. 2000 megahash. Dus daar kun je leuk aan kijken of dit nu wel werkt. Nee, nog niet. Nou, we hebben dus genoeg ruimte. Vince heeft een dag vrij op school om te kijken van hoe hij de mining moet in. Ja. Snap je het een beetje, Vince? Ja. Ja, weet je waar we naartoe gaan nu? Ede. Naar Ede, naar Bit. Ja. We gaan eens kijken of dat een beetje werkt. Goed, wij zijn gewoon klaar om naar Ede te gaan.